ben Koen Sleuring, ik ben software engineer binnen MIT. En ik heb mogen werken aan de augmented reality applicatie voor het magazijnsysteem. Dit is de HoloLens. Het is eigenlijk gewoon een soort bril die de gebruiker kan dragen. En het speciale aan de HoloLens is eigenlijk dat er beeldschermen in verwerkt zijn. De augmented reality applicatie is dan verbonden met het magazijnsysteem. Dus mocht er in het magazijnsysteem een fout voordoen, blijft iets haken, dan krijgt de gebruiker dat precies op de locatie te zien waar de fout zich ook voordoet. Nou, dan kan ik nu even laten zien hoe dat er ongeveer uitziet. Eerst zet je de HoloLens op. Normaal gesproken zit de deur natuurlijk altijd dicht. Het proces begint eigenlijk altijd met het ankeren. We verplaatsen het anker eigenlijk op de juiste plek op het magazijnsysteem. En de foutmeldingen die dan op het magazijnsysteem verschijnen, weten dan ook precies waar ze geplaatst moeten worden. Ik heb hier een foutmelding staan. Dus wat we kunnen doen is deze selecteren. En nu krijg ik eigenlijk meer gedetailleerde informatie van de fout te zien. Bij de algemene informatie worden ook stappen aan de gebruiker gegeven. En met de stappen kun je eigenlijk het probleem oplossen. Het grootste voordeel van deze oplossing is dat de gebruiker zijn handen vrij heeft. De HoloLens kan dan documentatie aanbieden, precies op de locatie waar de fout zich ook voordoet. Dus je hoeft eigenlijk niet meer zo'n dik boek met handleidingstap te gebruiken van de machine zelf. En dan heb je dus je handen vrij om de problemen ook daadwerkelijk op te lossen. Het toekomstbeeld is eigenlijk dat de gebruiker door de fabriek kan lopen om zo alles inzichtelijk voor zich te hebben van wat er nou in die fabriek zich afspeelt. Met alarmen zoals ik heb gedaan bij deze applicatie, maar ook bijvoorbeeld met algemene informatie van de machine of de onderhoudscyclus en dat soort zaken. Ik vind het vooral heel mooi omdat het met nieuwe technieken te maken heeft en waar je dan in de toekomst later veel meer van gaat zien. En daar heb ik binnen MIT de ruimte voor gekregen. Ja.